Vorige week vrijdag zag u de eerste aflevering van Oh, zit dat zo? Puzzels en raadsels waarvan u in de eerste instantie misschien denkt, nou, dat zal toch niet zo moeilijk zijn? Nou, ze blijken in praktijk nogal tegen te vallen. Ellen Brussen kent u vooral van de plek waar ik nu zit, maar vanavond presenteert zij de tweede aflevering van Oh, zit dat zo? Oh, zit dat zo? Oh, zit dat zo? Oh, zit dat zo? Welkom bij deze aflevering van Oh, zit dat zo? Wat een lawaai komt er uit de kooi, Jan. Ja, dat is geen wonder. Moet je kijken, en veren. Veren? Er zitten allemaal dieren in die elkaar normaal gesproken naar het leven staan. Oh. Honden, katten en papegaaien. Oh, dus het is... zit dat zo? Ja, zo weet je, als jij het probleem even voorlegt, dan ga ik naar de tribune kijken of ik goede antwoorden daar kan krijgen op jouw vraag die je nu gaat stellen. Ik zal het doen. Het probleem is het volgende. Er zitten honden, katten en papegaaien in. Op vier na zijn het allemaal honden. Op vier na zijn het allemaal katten. En op vier na zijn het allemaal papegaaien. De vraag is, hoeveel honden, katten en papegaaien zitten er in deze kooi? Ellen. Heeft u al tijd gehad om na te denken? Nee, of bent u nog verbijsterd van de vraag? Ja, van de opname. Ja. En u, meneer? Ook nog niet, hoor. Op vier na zijn het honden, op vier na zijn het katten en op vier na zijn het papegaaien. Hoeveel dieren van elk soort zitten er in die kooi? Weet u, denkt u even rustig na? Ik denk wel even na. Ik ga even bij de buren vragen, want u heeft nu iets langer na kunnen denken. De vraag nog een keer hoort. Nog niet lang genoeg. Hoeveel denkt u? Doet u dan maar een gokje. Misschien wel 12. 12. 12 wat? Alles bij elkaar? Ja, alles bij elkaar, ja. En is dat, heeft dat nog een verdeling? Zoveel papegaaien, zoveel honden? 4, 4 en 4. 4, 4 en 4. 4 katten, 4 papegaaien en 4 honden. Nou, dat is nog een wonder als er straks nog een paar leven, hè? Ja. En wat denkt u? Ik zou niet weten. Geen enkel idee? 0. U moet meerekenen vanavond hier, hoor, en meepuzzelen. Ik denk 0. U denkt 0. Dus dat lawaai, dat was flauwekul. Geen idee. En wat denkt u? Geen idee. Geen idee? Nee. Op vier na zijn het honden. Jan die zegt, het is algebra voor beginners. Ja. Nee, nou, even kijken of de buurman het weet. 13, denk ik. 13 wat? Alle beesten bij elkaar. Ja, en hoe zit dan de verdeling? Nou, op vier na, dus als je 3 maal 4 doet, is 12. Er zit er altijd 1 meer in, dat is 13, denk ik. Maar, ik denk niet dat dat de algebra logica is volgens Jan van der Kraats. Jan? Nee, zo is het niet. Het is een beetje algebra, maar hele makkelijke algebra. En die hele makkelijke algebra die wil ik hier op dit schoolbord, ik ben tenslotte ook een beetje schoolmeester, uitleggen. Op vier na zijn het allemaal honden. Dat is een van de gegevens. Dat betekent dat het aantal katten plus het aantal papegaaien, dat 4 moet zijn. Op 4 na zijn het allemaal honden. Dus het aantal katten plus het aantal papegaaien is 4. Maar we weten ook, op 4 na zijn het allemaal katten. Dus het aantal honden plus het aantal papegaaien is ook 4. Nou, dan moeten we eens naar deze twee ingewikkelde formules kijken. Die papegaaien die staan 2 keer. Er komt bij alle... beide gevallen komt er 4 uit. Dus het aantal katten moet gelijk zijn aan het aantal honden. K is gelijk aan H, maar we weten nog niet hoeveel. We weten wel dat het aantal op 4 na, dat op 4 na het allemaal papegaaien zijn. Dus het aantal katten plus het aantal honden, weer diezelfde truc, dat is ook weer 4. En die twee waren gelijk en samen zijn ze 4. Dan moeten ze dus allebei 2 zijn. Nou, als er 2 katten zijn, dan zijn er dus ook 2 papegaaien. Dus 2 katten, 2 papegaaien en 2 honden, volgens deze redenering. En nou moeten we nog gaan kijken of het ook echt klopt. De grote controle. En kijk eens.
Ah. 200, twee katten en twee papegaaien. Hij klopt. Ja. Ja. Oh, zit dat zo? We hebben hier drie torens van zeven potten. Zeven potten vol met honing, zeven lege potten en zeven potten die half gevuld zijn met honing. De opdracht aan Louise en Martin is nu om weer drie torens te gaan maken. Maar nu zo dat de hoeveelheid honing verdeeld is over die drie torens. Snap je het? Evenveel, ja. Evenveel honing. Evenveel honing in iedere toren. Je mag alleen niet overgieten. Moeten elke toren moeten er weer zeven potten staan? Zeven potten en de hoeveelheid honing verdeeld. Nou, trek je plan maar. Ja. Wat ga je doen? Hij gaat gelijk handelen. Ik ga beginnen eerst de boel een beetje verdelen. Ja. Je hebt hier dus alles netjes op een rij staan. En als je dus gewoon die pot hier verdeelt, krijg je al een betere verdeling. Van elke pot zet je als iets in een ander vakje. Mm-hmm. Je mag meehelpen, ja. Hoor, en meedenken en meedoen. En probeer zoveel mogelijk, ja, torens te maken. Anders kunnen de mensen thuis niet zien en meedenken. Hmm. Hier moeten nog twee halve. Ja. Hoor je wat ze op de tribune zeggen? Nee, ze zijn er wel. Ja. Zal ik ze even op toren zetten een beetje? 3,5? 3,5. Deze doen natuurlijk helemaal niks, hè? Je moet ze wel opstapelen, hoor. Ja, dan. Want anders kunnen ze thuis niet zien. Hier staat nog een lege. Ja, Louise, zet je ze daar ook even bovenop? Martin, deze halve moet weg. Oh, die halve moet weg. Deze. Twee halve moeten hier weg, zegt de kaart. Even kijken, hoor. 1, 2. Ik heb nog een halve over. Maar je moet overal zijn. Hier kan je er nog een kwijt. Oh, nee. Maar dat staat al in de leven. Ah. Even controleren. 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. Jan, kom er even bij. Ja, ik heb er niet veel meer aan toe te voegen, jongens. Jullie hebben het goed gedaan met uitstekende hulp daar van de tribune. Volgens mij snappen ze het zelf niet wat ze gedaan hebben. Maar het publiek was uitstekend. Nou, laat ik dat dan proberen nog even in een paar woorden duidelijk te maken. Zeven volle, zeven halfvolle. Dat is samen 10,5 pot aan honing. Hè? Ja. Dat moet in drieën verdeeld worden. Ja. Dan moet elke stapel 3,5 krijgen. Die 3,5 zie ik nu hier ook overal. Kijk maar, 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5, 3,5. En de lege potten vul je dan maar zo bij, ja, dat het overal zeven potten worden. Maar jullie hebben het heel goed gedaan met al die hulp erbij. Ja, hoor. Dank jullie wel. Dit zijn de attributen. Dit noemen wij maar even voor het gemak een schaar, een zogenaamde nepschaar dus. Daar hangen twee linten aan. En onderaan ziet u twee stijgbeugels. Nu gaan wij het volgende doen met onze kandidaten. Jan heeft net zo'n schaar met stijgbeugels in zijn handen. De kandidaat wordt geïnstalleerd. Kom maar, Bert, en steek je voeten maar in deze stijgbeugels. Ja. Jij mag de schaar beet houden. Oké. En nu gaan we in deze schaar twee volledige draaiingen maken. Of met deze schaar. Dit is een halve. Halve draai. En dit is een hele. Ja. En dit is anderhalve. En dit is twee. Pak hem maar weer. Nu moet jij proberen om die draaiingen uit dat lint te krijgen. Maar je voeten mogen niet uit die stijgbeugels. Die blauwe kant die moet naar voren blijven. Want je mag die schaar natuurlijk niet terugdraaien. Want dat zou nog veel te makkelijk zijn. En de punt moet naar boven blijven wijzen. En verder moet je maar kijken
Kom over een uurtje wel bij je terug. Ja, dat denk ik. Oké, weer succes. Dank je wel. Nee hoor, ik blijf bij je. Want ik geef je een beetje steun. Hij mag wel steun. Een beetje. Je mag wel een... Nee, je mag niet met je voeten eruit. Voeten blijven staan. Dus hoe krijg je het enige wat je mag doen draaien? Is met die schaar... Je mag hem blijven brengen. Ja, je mag hem naar beneden brengen, omhoog brengen, opzij. Nee, punt moet naar boven. Ja. Even naar de regels. Je mag wel met je armen iets doen, hè? Met allebei je armen, zo, op en neer of zo. Misschien helemaal naar beneden. Kijk, 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 je buurman doet dat ook al. Nee, nee, voeten mogen niet van zijn plaats. Dat mag niet van de plaats. Dat mag niet van de plaats. Onderdoor halen, zegt ze. Mag niet van de plaats. Nee, de punt moet naar boven blijven. Nee, mag niet. Niks ervan, Bert. Ja, dat dacht ik ook al. Ja, ja. Pas je wel op, Chris. En nu? Oh, kijk eens even. Heb je er nou weer een bij? Nu heb ik er een bij, ja. Ja, dat is heel knap. Dat kan niet. Haal hem maar weer terug. Dat zonder ongelukken te maken. Punt moet naar boven blijven. Ja. Oh. Nee, 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 dat mag niet. Dat mag niet. Nee, nee, nee. Kijk even naar je buur. Oh nee, het is er weer over. Bijna, Bert. Nee. Strafpunten. Punt moet naar boven blijven. Ja, dat is misschien een idee. Ja. Nee. Goed, nog goed opletten. Nou, voorzichtig, hè. Ja. 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 Nou, we zitten nog draaien in, hè. We zitten nog draaien. Kijk eens even. Goed, hoor. Schitterend. Jammer dat het nou over is, hè. Ja. Je had het in één keer door. Nou, in één keer, maar... Maar ik bedoel, ineens het eind. Ja. Nog een keer draaien, dat kan niet meer. Ja? Dat kan niet wel. Jan, wat ben jij aan het doen met Christa? Nou, misschien is het goed wanneer ik iets over dit spel vertel. Want ja, het is, je bent er bijna, maar de clue... Ik weet niet of Bert de clue ook heeft begrepen. Maar laat ik dat eens proberen uit te leggen. Ja, ik denk het, ja. Aan de hand van... Dit simpele voorbeeld, en dat doen we in de wiskunde heel vaak, dat we de zaak eventjes wat eenvoudiger maken en het dan proberen op te lossen, dan komen we wat verder. Een schaar met maar één lint. Kijk, dat ene lint, als ik die schaar gewoon naar beneden haal en weer terug, dan gebeurt er natuurlijk niets. Maar wanneer ik hem naar beneden haal en ik haal hem dan eronder door, met de punt nog naar boven, dan zie je dat er draaiingen in komen. En hoeveel draaiingen zitten er nou in? Nou, dat kunnen we controleren door ze terug te draaien. Eén volledige draai. En nog een volledige draai. Dus je ziet iets heel vreemds. De punt naar beneden halen. En dan dat lint eroverheen doen. Dat is hetzelfde als twee keer zo draaien. Nou, en de oplossing van deze puzzel zit hem daarin. Dat je dus die schaar op de goede manier, maar dat is dan de clue, op de goede manier naar beneden haalt. En als het ware onder... Dit ding doorhaalt zo of zo. En dan ligt het er maar net aan of je de ene kant op doet of de andere kant op. Of je op de juiste plaats komt of dat je nog verder van huis terechtkomt. Ik vond dat Bert het voortreffelijk heeft gedaan. Applaus voor Bert. Zo'n kinderspeeltje kennen we natuurlijk. Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal in de box gehad. Maar dit is om de dode dood geen kinderspelletje, want het is best moeilijk. Wat moet er gebeuren, Jolanda en Gerard? Deze vier schijven moeten overgebracht worden naar de rode paal daar. Maar jullie mogen maar één schijf per keer van de ene kant naar de andere kant brengen... of van de ene paal naar de andere paal brengen. Er mag nooit een grotere op een kleinere komen te liggen. En helaas, je mag ze ook niet zo eventjes tussendoor op tafel leggen. Jullie krijgen 1 minuut de tijd. Jullie starten nu. Okay. Zullen we eerst die gele erin en die blauwe hierop? Ga maar beginnen, want die minuut die loopt. Ja. Doe die ronde. Mag geen grotere op? Geel op blauw. Geel op blauw. Die. Een paar minuten.
Allebei. Mag twee tegelijk pakken? Nee, nee, één tegelijk. Dan doe je eerst die daar. Eerst die groene. Deze. Blauwe daar. Groen. Ja. Daar blauw op groen, zeggen ze. Geel op blauw. Ja. Ja. Rooie daarop. Ja. Die gaan we... Ja. Blauw. Ja, moet wel. 9, 6, 5. Daarop. Zieland nou. Instapje. Maar? Het is toch heel goed, want jullie hebben een bijna... Ik hoor een klapje. Ze vinden het best goed. Ja. Maar er is ook nog één maar. En dat is dat we afgesproken hadden dat die hele toren hier op de rode moest zijn. Dus jullie hadden bijna een half goed resultaat gekregen. Maar het gaat natuurlijk om het principe. En dat principe, dat kunnen we wel even netjes uitleggen. Want dat hebben jullie eigenlijk heel goed toegepast. Jullie hebben eerst gewerkt met een torentje van 2, wat je ergens anders hebt gebracht. En ja. Toen daarna een torentje van 3. En dat bestond eruit dat je die derde schijf overbracht en toen weer een torentje van 2. Het om blijven zetten, hè? Ja, en daarna die grote schijf om. En daarna weer een torentje van 3 terug. Ja. Dus als we het nog één keertje hier naartoe proberen te doen, dan kunnen we het zo doen. Eerst een torentje van 2 overbrengen. Eigenlijk kunnen jullie het wel... Met me meedoen. Deze weer terug. Ja, Jolanda. Zo. En nou kan die weer opzij. Ja. En nu? Nou moet deze toren van 3, van 2, die moet hier weer opkomen. He, dan hebben we hier een heel torentje van 3. Dus de eerste gele daarop. Ja. Ja. Daarop. Ja. Geel weer op blauw. Dus nou hebben we als het ware 2 keer zoveel zetten nodig gehad... om in plaats van een torentje van 2 een torentje van 3 te verplaatsen. Nou, en je snapt wel, die brengen we dan weer terug... en dan komt het hele torentje weer daarin. Weer 2 keer zoveel zetten. Dus je ziet hoe meer schijven, hoe meer zetten je nodig hebt. Ja. En dat neemt enorm toe. En daar is een hele leuke legende over bestaat. Er. En die heet De Torens van Hanoi. Dit spel heet eigenlijk De Torens van Hanoi. En die legende is als volgt. In het oude Hanoi... Daar was een klooster en daar waren boeddhistische monniken de hele dag bezig met het verplaatsen van schijven. Van de ene paal naar de andere paal. Maar dat waren geen 4 schijven, dat waren 64 schijven. Dus die waren leuk druk mee. En volgens de legende was het dan zo dat de wereld die zou vergaan wanneer de hele toren zou zijn verplaatst. Nou, dan kun je uitrekenen hoeveel bewegingen daarvoor nodig zijn. Dat is een verschrikkelijk groot getal. Bij 64 schijven is dat aantal een getal van 20 cijfers. Nou, dat duurt echt miljarden en miljarden jaren. Heb je enig idee hoe ver ze nu daarmee zijn? Ze zijn nog maar ergens in het begin. Dus daar hoeven we ons heel lang niet zenuwachtig over te maken. Met dit spel hebben jullie het er heel goed van afgebracht. Dan hebben we het nog redelijk vlot gedaan. Dat vind ik ook. Ja, dus, applaus. Ja. Het is tijd voor onze kijkersvraag, maar eerst krijgt u natuurlijk de oplossing van vorige week. De opgave van vorige week ging over een koning op een 3x3 schaakbord... die via alle andere velden naar het tegenoverliggende hoekpunt moest gaan... maar daarbij geen 2 zetten achter elkaar in dezelfde richting mocht doen. Hier is een oplossing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bij de huiskamervraag van deze week hebben we 2 dezelfde glazen nodig en een blokje hout. Het ene glas vullen we tot de rand met water. In het andere glas doen we eerst het blokje en daarna vullen we het ook tot de rand met water. Het blokje drijft daar dus in. De vraag luidt, welk glas is nu zwaarder? Het glas met alleen maar water of het glas waar het blokje in drijft? De oplossing van die kijkersvraag die hoeft u niet naar ons op te sturen. Die krijgt u gewoon volgende week in de volgende aflevering van O zit dat zo? We hebben hier een cijferspel. Dit is een wiel
met 6 spaken en 7 plekjes, inclusief dat middenplekje, waarop een blokje neergelegd moet worden. Nu is de opdracht aan jullie, Steven en Ans, om deze 7 blokjes zo op die plekjes neer te gaan leggen dat de som van elke rechte lijn gelijk is. Dus de som van de 3 getallen die jullie op die rechte lijnen gaan leggen, die moeten hetzelfde zijn. Zeg het maar wat harder, want dan kan ik het ook horen. Je hebt samen 28. 7 en 1, dat is maximaal het laagste wat je kunt halen. Dus 1 en 7 moet denk ik bij elkaar. Dan kom je op 8, 2 en... Je hebt in totaal 28. Je hebt in totaal 28. 4, 5, 6, 7. 6. Instructie van het publiek. Ze denkt, laat ik het maar doen. 6. 8. En dan? 6. Zo? Ja, wacht even. We gaan even tellen. 10, 12, 9, 12, 11, 12. Heel goed. Ik heb een mooie uitgekomen. Dat hebben ze goed gedaan, Jan. Heel goed. En ook snel. Ook snel en ook voor het publiek. Nou, dan heb ik nog 1 extra vraag, omdat het zo goed ging. Kunnen jullie het ook als er geen 4 in het midden ligt? 7 in het midden. Ik hoor het uit de zaal. Hij zegt het. En waarom? Ja, dan hou je steeds 2 uitersten over. Ja? 1 en een 6, een 2 en een 5 en een 3 en een 4 die je dan kan vertellen. Ja, ik snap de redenering en die is het volgende. Je moet als het ware dit middenstuk moet je isoleren. Die moet je er even uithalen. En dan moet er hier, hier en hier telkens hetzelfde uitkomen. Dus de som van dit hele zwikkie bij elkaar, dat moet door 3 deelbaar zijn. 28 gedeeld door 3. Ja. Maar 28 kun je niet door 3 delen. Maar je hebt er ook iets in het midden gelegd. En hier hadden we 4 in het midden. Dus die 4 is eraf. 24. 28, wat was dat trouwens? Hoe kwam je aan die 28? Van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en alles 7. Bij elkaar, alles bij elkaar. Dus alles bij elkaar is 28. 4 eraf, 24. Dat is 3 maal 8, dat zie je hier. Ja. Ja. Maar wat kan er nou nog meer in het midden liggen? Je hebt het er net al gehoord. 7. Want de dan 7. Is het samen 21, dus dan moet er hier telkens 7 bij komen. Ja. En kan er nog eentje in het midden liggen? Dat zal één er wel in kunnen, want de 7 was de hoogste en de 1 is de laagste. Ja. 1 kan er ook in, want dan hebben we een totaal van 27. En dat kun je ook weer door 3 delen. Ja. Nou hebben we de hele puzzel volledig tot in alle details opgelost. En jullie hebben het heel goed gedaan met hulp van het publiek. Dank je. Het laatste spel van vandaag gaan we spelen met een damesteam op de tribune en een herenteam op de tribune. Ik neem de dames zo voor mijn rekening en Jan uiteraard de heren. Waar gaat het om? We hebben hier een wijnrek met 15 flessen wijn. Op verzoek en op advies van ons eigen team gaan wij straks 1, 2 of 3 flessen verhuizen van dit volle rek naar dit lege rek, want dit is mijn damesrek. Nu is het rek, wat, of althans de winnaar is degene die een oneven aantal flessen straks in het rek heeft liggen. Ja. Gaan dames voor? Die gaan voor, maar oneven dus. Goed opletten, niet wie de meeste flessen heeft, maar wie een oneven aantal heeft. 1, 3, 5, 7 enzovoorts. Dames gaan voor. Dames gaan voor. Dames, jullie mogen bordjes ophouden. Daar staat op 1, 2 of 3. Meeste stemmen gelden. Ik doe precies wat jullie willen. Nu even. Hoeveel willen jullie dat ik verhuis? Zullen we met 3 beginnen? Ja, doe maar 3. Hoeveel? 3, 3, 3. Oh, heel eensgezind. Daar gaan we. 2. En nog eentje. Goed. Dames hebben dorst. Jan. Dan is het onze beurt. Heren, wat gaan wij doen? 3 hebben zij gekozen. Er zijn er dus nog 12 over. We moeten met oneven zien te eindigen. Steek de bordjes maar omhoog. 3 dan, hè? Ja, 3. 3. We hebben er ook flink trek in. Ook maar 3. Vooruit. Dames, wat moet ik nu doen? Ik 1, 2 of 3. Laat het maar zien door de middel van de bordjes. 1, 2 of 3. Dat is een driftig overleg daar. Nummer 2. 2,
2. Goed. Daar gaan we. Hier hebben jullie nog steeds oneven. We hebben nog 7 flessen over. En onze heren gaan nu overleggen. En terwijl ze dat doen, is het misschien goed om eerst even op te merken dat er altijd 1 winnaar zal zijn. 1 team. Want we begonnen met 15 flessen. En als je die over 2 verdeelt, dan is het ene aantal altijd even en het andere altijd oneven. Dus er zal altijd 1 team winnen. Wij of de dames. Maar wat zullen wij nu doen? We hebben er 3. De meeste stemmen gelden. 2. Oh, wat heeft het eens wat met elkaar. Eens? Nog 5 flessen over, dames. Zullen we 3 doen? Wat kan ik voor jullie doen? Oh ja, 2. 1, 2. Oh, sorry. Nee, 2. Oh, toch allemaal 2. Jullie blijven tot nu toe oneven aan te houden. 3 zijn er nog over, Jan. Het wordt nu kritiek, heren. 3 zijn er nog over. En we hebben... 5 flessen hier. Wat gaan we doen? Ja? Allemaal 2? Ellen, wij nemen er 2. Het spijt me voor jou. We hebben voordat de dames begonnen. Geen keuze meer, dames. De heren hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Ja. Ja, is er nou altijd een winnende strategie, Jan? Ja, die is er wel. Maar die is nogal ingewikkeld om uit te leggen. En je moet eigenlijk, als je dat wil uitzoeken, dan moet je met kleine aantallen beginnen en dan steeds verder opbouwen. En dan kun je er uiteindelijk achter komen dat als je echt goed speelt met 15 flessen, dat dan de eerste partij, de beginnende partij, kan winnen. Maar dan moet je het hele spel goed hebben bestudeerd. En dat zullen ze hier nog niet hebben gedaan. Ja, toch vind ik dat de dames best ook wel wat verdiend hebben. Dus we gaan denk ik maar even zo'n flesjesoldaat maken. Dit was het laatste spel van deze O, ziet dat zo. Graag tot volgende week. Tot volgende week.